Welkom allemaal bij deze tweede aflevering van onze Zoom-podcast Na Sluitertijd. Ik heb vandaag twee gasten bij ons, maar eigenlijk één co-host en één gast. Mijn gast vandaag is Corné. Kun jij jezelf misschien even kort voorstellen? Ja, nou, ik ben Corné Ouwand, 28 jaar, uh, al best wel lang met fotografie bezig... en de laatste paar jaren eigenlijk voornamelijk met uh, nachtfotografie... en verder vrij breed landschapsfotografie, maar het liefst, uh, liefst s nachts, ja... En ik ben vandaag ook gejoind met mijn co-host uh, Maarten. Maarten, kun jij je even voorstellen? Tuurlijk, ja. Uh, ik ben Maarten, hoofdredacteur van uh, Zoom. Uh, en uh, ja, zelf fotografeer ik eigenlijk van alles en nog wat. Uh, en juist door Zoom kom ik bij allemaal fotografen terecht. Zoals bij Corné, uh, uh, waar we dan ook nog samen mee op pad uh, gaan af en toe. Uh, dus ik zit in alle genres van de fotografie. Uh, maar uh, ja, ik vind het vooral leuk om met een camera bezig te zijn. En ook om de verhalen achter te Fotografie achter de foto's te horen. Dus uh, vandaar ook deze podcast. Ja, en ik ben Michelle. Ik ben uh, de community manager van Zoom. En ik vind het ook ontzettend leuk om eigenlijk van alles te fotograferen. Ik ben heel breed. Uh, en het leukste vind ik ook gewoon om de passie te horen achter de fotografie van andere mensen. Dus de expertise die andere mensen hebben. En als ze zo gepassioneerd praten over hun eigen vak. Vind ik dat super inspirerend. Dus uh, vandaar ook dat wij mensen uit de community uitnodigen om het te hebben over hun tak van sport. En uh, ja, Corné, jij bent landschapsfotograaf, maar nachtfotograaf ook vooral, toch? Mm -hmm. Ja, klopt. Uh, kun je daar misschien iets meer over vertellen? Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou, ik ben dus eigenlijk al uh, best wel lang bezig met een beetje, ja, een beetje landschap, een beetje van alles en nog wat fotografie en op een gegeven moment zie je wat foto's voorbij komen van de Melkweg, van, uh, van de foto's van de sterret, heelal. en aanvankelijk dacht ik altijd van, nou weet je, dat is nep, dat is een beetje computer gemaakt. en dacht dacht altijd dat dat, uh, nou ja, dat, dat, dat je dat niet zo kon fotograferen. Tot gewoon dat gewoon in ingeplakt of zo. ja, nou, dat, nou ja, dat komen we straks nog op, maar dat is in zekere zin ook wel een beetje zo. maar uh, je kan het dus ook wel echt fotograferen. en uh, nou ja, dat heeft me toen uh, getriggerd. en toen kwam ik er dus achter dat het dus echt kon. En toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen, in gaan specialiseren en uh, nou, inmiddels is het een beetje uit de hand gelopen en uh, rijk overal en nergens heen uh, voor uh, om maar wat sterren en melkweg te fotograferen. Weet je nog de eerste keer toen je de melkweg zag voor het eerst? Zelf. Uh, ja, toen ik hem echt voor het eerst zag, dat was uh, waar was dat joh? Ik denk ergens op de Veluwe of zo, uh, oh. op een mooi donker plekje en uh, ja, dat, ja dat was ja dat was. Ja, gewoon zelf in Katwijk, dus dit, daar zit je midden in de randstad... tussen ja. de kassen van het Westland en, en van alles en nogal. Dus als je bij ons uit het raam kijkt, dan zie je misschien vier, vijf sterren. En dan sta je in één keer midden op de Veluwe, hartstikke donker... en dan zie je inderdaad letterlijk een hele lichte, subtiele band door de, ja. door de hemel gaan. En uh, ja, dat was best wel... Uh, ja, toen ben ik helemaal gegrepen, zeg maar. En dat is nog niet te vergelijken met donkere lucht in het buitenland... maar voor Nederlandse begrippen is dat best wel, uh, best wel leuk, ja, absoluut. Ja. Maarten, heb jij ook zo'n moment dat je voor het eerst de melkweg zag? Um, ja, ik denk uh, de eerste keer dat ik hem echt heel goed zag, uh, was in de woestijn uh, in Marokko. Uh, ja. En, en uh, dat weet ik nog in de zandheuvels, dat ik omhoog keek. En ik denk je, dit is, dit is inderdaad je denkt ja, ja. <laughs> ja, inderdaad. Nou, je ziet een soort van. En, en het geeft ook wel een beetje licht. Dus je merkt wel dat er licht vanaf komt. En, uh, maar ik dacht ook altijd bij die plaatjes: ja, jongens, maar dat is gewoon nep. Hmm. Dat wordt er gewoon ingeshopt of mm -hmm. dat is gewoon een, uh, dat kun je misschien met een telescoop zo fotograferen dat. Maar het is gewoon echt te fotograferen en Zeker. te zien met het blote oog zelfs. Ja. Um, en dat is, dat is wel heel magisch. Maar het duurde daarna nog lang voordat ik dat ooit voor het eerst ook heb gefotografeerd hoor. Ik, ik heb het wel eerst gezien mm -hmm. en uh, gewoon gedacht van wauw. Ja. Maar pas veel later dacht ik, dit wil ik wel een keertje proberen. Oh, uh. Ik heb me er nooit aan gewaagd om sterren of oh. melkweg te fotograferen. Sterren ook niet. Nee. Nee, ik kan ik keer mee. Ja, ik heb <laughs> ja. wel eens met mijn telefoon. Dan probeer ik de maan te fotograferen, oh ja. maar dat lukt natuurlijk niet. Zo groot. Ja. Ja. ja, precies, precies. Maar wat, wat en want ik ben wel benieuwd wat voor jou. Want het is natuurlijk super mooi. Mm -hmm. Maar je bent er helemaal door gegrepen. Mm -hmm. Het is meer dan alleen maar mooi voor jou. Het is echt een passie geworden. Ja, ja, het is vooral ook um, de manier waarop je de melk gefotografeerd. Het is een hele, ja, het is, het is, als je eraan begint, dan, dan is het heel nou, best wel complex in het begin. En je krijgt zeker niet in, als je voor het eerst een foto gaat maken, een foto zo als, zoals iemand die dat misschien al heel lang doet. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk logisch als bij alles zo. En je, bij alles moet je oefenen en, uh, en ervaring op doen. Maar de leerkurve in, in, in astrofotografie is echt enorm stijl. Het gaat, je gaat echt heel rap. En je wil steeds meer, je wil steeds beter. En ik merk dat ook zelf bij mijn eigen foto's. Uh, dat je, dat je steeds beter wil. Dat je steeds meer je best doet om, om dat leuke plaatje te krijgen. Die eerste paar foto's maak je bijvoorbeeld alleen een foto van de Melkweg. En dat vind je dan leuk. Maar al snel dat wil je er eigenlijk kennen. natuurlijk een, een leuke voorgrond bij. Eigenlijk om het plaatje compleet te maken. Uh, dus het, voor mij is dat het, eigenlijk is het voor mij steeds dat ik me steeds meer wil gaan verbeteren. En je hebt steeds meer apparatuur en kennis en... Eigenlijk om jezelf steeds te overtreffen. Kun je eens uh, voor de luisteraar een, uh, een tip geven? Voor, als je nou de melkweg wil fotograferen, wat, waar moet je nou op letten? Uh, nou, je moet eigenlijk op heel veel dingen letten. En dat maakt het ook zo lastig. Uh, om te beginnen, uh, nou ja, je, je apparatuur. Je hebt een statief nodig. Je hebt een camera nodig die je manueel kunt instellen. Uh, je hebt een... Uh, kan het met een gewone kitlens? Gewoon, een, kit lens? gewoon op, een simpele camera? Op zich wel. Uh, kijk, het belangrijkste is dat je zoveel mogelijk licht op je sensor laat vallen. Dus je werkt met lange sluitertijden. Het liefst een zo groot mogelijk uh, diafragma. Dus zo wijd mogelijk. Uh -huh. Denk aan f2.8. Nou, voor kitlens ga je dan al snel naar 3,5. Ja. Uh, dat is op zich prima. Maar dat moet je dan weer compenseren. Hoe hoger... Je f-getal uh, hoe hoger je ISO, mm -hmm. uh, dus het kan zeker, uh, maar ja daarna komt de locatie. Ik weet nog wel, toen ik voor het eerst de melker ging fotograferen, ik had een appje gedownload waarop je kon zien uh, waar de melker stond. <laughs> nou, ik stond compleet, ik stond naar het noordoosten te kijken midden in de winter. Uh, en ik maakte op de boulevard van Katwijk had ik de illusie dat ik de melkweg kon fotograferen, maar dat ging natuurlijk helemaal niet. Dus weet je, je moet een beetje kennis gaan krijgen van uh, waar staat de melkweg, welke periode uh, en de locatie, dus nee, nou ja, in Katwijk. Ja, inmiddels is het me wel gelukt met een hoop nabewerking en, nou ja, acht jaar verder of zo. Yeah. Uh, maar. Het liefst sta je echt op zo'n donker mogelijke plek. Dus ik ga ja. altijd nou ja, altijd ga veel naar de Veluwe, kop van Noord-Holland, um, de Afsluitdijk... een beetje Groningen, Friesland, Drenthe. Dat zijn best wel mooie donkere plekken. Je hebt een paar plekjes in Zeeland ook die nog wel goed zijn. Dus nou ja, dan heb je dus je appartuur, de locatie. Um, dan zit je met het weer. Uh, als de maan op is, houdt het al op. Want die geeft zoveel licht dat die heel de melkweg eigenlijk uitwast qua licht. Het moet niet bewolkt zijn. Dan, ja, uh, nou, dat ook. Ik ben echt al zo vaak voor niks ergens heen gereden. Dat je twijfelt een beetje met de bewolking van nou, zou het net, zou het niet? Hopen, zit, je, hopen. Ja, zit je anderhalf uur in de auto vanuit Katwijk, en dan uh, kom je aan, en is het net te bewolkt. Of, uh, maar ja, dat hoort er een beetje bij, je moet er wat voor over hebben. En dan uh, de ene keer dat er wel mooi helder is, dan uh, kom je met leuke plaatjes thuis. Ja. En het is nu april. Mm -hmm. uh, kun je hier nu ook de Melkweg al fotograferen? Zeker, maar je moet wel wat uh, voor over hebben. Je moet vroeg je bed uit. Okay. Uh, de, de Melkweg. Tenminste, de, de Melkweg is natuurlijk een, uh, eigenlijk is het een cirkel. Hè? Dus uh, mm -hmm. je kan het hele jaar door fotograferen. Maar het mooiste gedeelte van de Melkweg, dus dat noemen ze de core, dat, um, dat zit in het. Uh, op dit moment in april, vroeg in de ochtend, zo in het Zuidoosten. Uh, en die staat er mooi diagonaal aan de hemel. Dus ook een mm -hmm. hele mooie tijd van het jaar om bijvoorbeeld een melkig panorama te maken. Dat je zo'n hele mooie boog, uh, boog ja. krijgt. Uh, dus ja, het is zeker een goede tijd van het jaar. Want de, ja, dus de core staat vrij hoog. Um, alleen je moet, er, uh, ja, je moet om vier uur ergens buiten staan. Want het wordt om half vijf al licht. Ja. Uh, en ja, hoe, la, hoe later je hem dus schiet richt, zeg maar naar het licht toe. Zeg maar. Dus een rond een uur of vier, half vijf. Zat hij er wel het mooiste, mooiste bij. Um, dus ja. Vroeg ga je bed, maar dan heb je wel. Uh... Of laat naar bed. Ja, of laat naar bed. <laughs> ja, ik heb vorige week gewoon een nachtje doorgetrokken inderdaad. Dus uh... zo kan ook. En, en ik ben wel benieuwd eigenlijk hoeveel dagen per jaar heb je nou in Nederland effectief dan om die maan? want je hebt de maan en, mm -hmm. en natuurlijk bewolking. Ja. Kon, hoeveel heb jij nou jaarlijks dat je denkt nou zoveel dagen ongeveer heb je echt daadwerkelijk gehad? Hoeveel kansen heb je? Poeh, dat is lastig. Um ja als ik, dan zou ik eigenlijk mijn foto's terug moeten kijken. Ik heb dat zelf nooit zo heel precies bijgehouden, maar het is dus wel zo. Soms heb je in één keer een week of een, of een, een periode dat je keer op keer heldere nachten hebt. Um, maar ja, is het dan volle maan? Ja, leuk. Dan uh, kun je misschien een keer een starttrail gaan maken, maar mm -hmm. ja, daar ligt mijn hart dan weer niet, net niet. Ik heb al een paar keer gedaan, maar ik ben meer van, het, uh, van de melkweg, zeg maar. Dus hoe vaak, je, uh, hoe vaak het precies is, is moeilijk te zeggen. Maar ik doe wel zelf, ja, je houdt het dus continu in de gaten en uh, je grijpt wel eigenlijk iedere kans die ik heb, uh, pak ik wel aan. Of ik nou uh, moet werken of niet, dan uh, probeer ik hem toch uh, te pakken. <laughs> als ik dan dag... heb je maar een kleine nachtrust. <laughs> ja, weet je, als ik bijvoorbeeld dachtings heb en het is dus, dus in april, dan kan dat. Dan, uh, dan staat dus de melker om vier uur mooi, uh, mooi aan de hemel. Nou, dan ga ik op tijd naar bed. Dan kom ik twee uur uit bed, rijd naar een locatie en dan zorg ik dat ik vier uur of half vier ergens ben. En gaat door naar werk, <laughs> Netjes. Ja. Netjes. Dus nee, ja. het is vooral hoeveel specifieke dagen, dus het kan, is moeilijk te zeggen, maar het is vooral heel veel zelf. Het, het weer in de gaten houden, weten of de maan op is of niet. Um, en zodra de kans zich biedt, zou ik die pakken. Je ja. had ja, het over apps ook. Ja, er zijn diverse apps um, om te kijken hoe en waar de melkweg te zien is. Uh, denk aan Stellarium, Sky Safari, uh, Starwalk. Uh, nou, je hebt echt heel veel. Uh, Ze laten allemaal hetzelfde zien. Je kan een beetje door de tijd scrollen per maand, per jaar, per uur. Uh, hoe de Melkweg en bepaalde sterren zich, uh, zich laten zien aan de hemel. Nou ja, dus je kunt in principe ook al nu kijken van hé, hey, ik ben volgend weekend daar. Ja. Hoe staat die dan? Ja, precies, nou, in, in zo'n korte tijd zal er weinig verschil in zijn. Want eigenlijk mm -hmm. de hele periode april. En tot halfwege mei staat die ongeveer tussen half vier en half vijf op het zuidoosten. Maar bijvoorbeeld wel, als jij zegt, ik ga op vakantie naar een of de donker land in augustus. Ja dan kun je wel kijken hoe staat die dan? Weet je, wel? dan staat hij verticaal omhoog in het zuiden, meestal. Mm -hmm. uh, dus het is ook altijd hetzelfde, dus inmiddels weet ik dat wel. Maar als je dat niet weet, dan kun je die app inderdaad gebruiken om te kijken van hoe en waar die ongeveer staat. Daarnaast heb je protopils om te kijken als jij een leuke volgrond hebt, bijvoorbeeld een kerkje of zo, of iets wat op een mooie plek staat. Kun je kijken hoe, nou ja, hoe laat en waar moet ik ongeveer gaan staan om die er mooi boven te, kijken, te krijgen. Mm -hmm. ja, en diverse weer-apps, maan-apps. Hoe hoe, je, je hebt een app die heet volgens mij letterlijk de moon. En die laat gewoon <laughs> zien uh, hoe laat en... Uh, de maan op en onder komt en of die überhaupt uh, vol is of dat je nieuwe mannen hebt, ja, en dan heb je nog de weerapps. ook heel belangrijk. Je hebt de, ja, je kan gewoon radar gebruiken, wolkenradar zelf gebruik ik veel Windy, die geeft een hele leuke. Dat is vooral de korte termijn. Dus stel dat ik vanavond op pad zou willen of vannacht... dan kan ik windy de satellietbeelden van de afgelopen twee uur terugkijken mm -hmm. en oh. ook zelf vaak. Dus snel vooruit spoelen om te kijken wat er met die wolken gebeurt. Soms zie je ze langzaam oplossen of zie je ze juist toenemen. Dat is je eigen weerbericht. Ja, dan, nee, dan, dan kun je ja, het gewoon wel. zelf voorspellen eigenlijk. Ja, je, je doet het ook wel veel met de voorspelling. En die is heel, heel vaak vrij accuraat. Mm -hmm. uh, maar die live beelden geven, die trekken mij toch... zeker als het een beetje twijfelachtig is... die trekken me dan soms al uh, over de streep om wel of niet te gaan. Want als je ziet dat die wolken er wel zijn, maar heel langzaam oplossen... Mm -hmm. ja, dan wil ik wel een gokje wagen. Als je ziet dat ze alleen maar toenemen, ja, dan blijf ik thuis. Ja. En wat kun je nog meer in het voorjaar een beetje fotograferen? Want je had het ook al een beetje over landschapsfotografie. Maar volgens mij komt ook zeevonk. Zeevonk ja. begint nu ook wat te komen. Ja, dit jaar is het nog een beetje, een beetje karig. Want het is gewoon, uh, we hebben niet echt een hele mooie lente tot nu toe. Nee. Maar ik zat op uh, Facebook en Instagram krijg je allemaal herinneringen natuurlijk. Uh, hmm. Dus ik heb inderdaad van vorig jaar deze tijd. Al wat herinneringen voorbij zien komen, dat ik inderdaad Zeevonk heb gefotografeerd. Mm -hmm. Nou, dus Katwijk uh, bij uitstek een hele mooie locatie voor. Dus ja, daar woon je. Daar, daar ja, dus dat, uh, ja. ik zit daar echt heel goed. Uh, dus dat kan inderdaad. Maar heb je een beetje mooie dagen nodig? Warm weer, niet te veel wind. Um, nou ja. Dat kan inderdaad. Uh, ja, Katwijk ligt natuurlijk ook in de bolle streek. Dus ik ben ook al op pad voor, voor wat tulpen en, uh, en dingen. Mm -hmm. uh, wat heb je nog meer in het voorjaar? Ja, de vlindertjes beginnen een beetje te komen. Vind ik ook altijd leuk om te, om te doen. Uh, dit jaar hoop ik een uh, foto te maken van zo'n uitsluitende Libel. Ik oh, heb er ja. oh. foto's van gezien, maar ja. nog, nooit, uh, nog nooit gemaakt. Dus ik maar dat klinkt als een echt een momentopname waar je geluk moet hebben om erbij te zijn. Om te ja, die, dus, die, ik heb, er zijn dus in een bepaalde periodes dus, uh, die larven beginnen omhoog te kruipen. En dan. Mm -hmm. uh, Nee, dan gaan ze maar eigenlijk keertje, elke ochtend of zo checken. Ja, en nee, ik heb een plekje bij ons in de buurt waar, waar vrij veel libellen zitten en daar heb ik vorig jaar wel dus de restanten van gezien van die larven, maar mm. die, die libellen waren er al uit, dus ik weet wel waar ik moet zijn. Uh, dus daar ga ik inderdaad uh, af en toe kijken. Uh, ja, wat heb ik nog meer in het voorjaar wat leuk is? Uh, ja, nog om een, om een beetje bij nachtvoetfietsen te laten. Dat is ook, dat is vrij bijzonder. Je hebt, uh, uh, er is soms kun je zodiacal licht. Uh, uh, zien, misschien eigenlijk niet zien, maar wel op je foto. Dat is een soort um, ja, piramideachtige gloed die twee uur na zonsondergang um, zichtbaar kan zijn. In de, in de lente is het dus uh, bij zonsondergang. Het ja. um, heb ik toevallig een maandje geleden voor het eerst gefotografeerd. Um, uh, in, waar was dat? Ergens in de Kop van Noord-Holland. Want ja, het, het is echt zo'n vage gloed die je ziet dat het dat Je echt wel een hele donkere plek moet hebben, dus Nederland is er niet super geschikt voor. Maar ik stond dus kop van Noord-Holland, ik schoot over zee en daar zag je dus inderdaad vrij duidelijk een, een mooie lichtgloed, zo in een soort puntachtige vorm. Oh, oh uh, ik heb daar nog nooit van gehoord. Nee, het is vrij onbekend en vooral ook omdat eigenlijk de zodiac, voor, hoe noem je het? Ja, zodiacaal licht. Dat is zodiacaal licht. Ja, het is uh, nou moet ik het goed uit gaan leggen, natuurlijk. <laughs> uh, ik, het is een soort. Het zijn stofdeeltjes. Er zijn heel veel theorieën over hoe dat uh, waar ze vandaan komen. De laatste theorie is dat het van stofstormen van Mars de ruimte in wordt geslingerd en dat dat dus om de Aarde slingert. En het is dus, wat ja, als ik het goed zeg, zichtbaar door zon wat daaronder is en het, het reflecteert gewoon ah, ja. wat. Zonlicht. Ja, precies. Yeah, dus, een, yeah. en, en, uh, dus het zijn eigenlijk deeltjes die, door, die opgelicht worden door, door dat licht als en daardoor ik... een bijzondere gloed. Uh, ja, hou me ja. te goede. Maar als ik het goed uitleg, is het wel ongeveer zoiets. Mm. Het zit ook in de baan van de zon en van de plan planeten, mm. zeg maar, in de, in de dierenriem, noemen ze dat. Um, zie je dat met blote ogen gewoon nee goed? nee okay. nee je moet echt wel een foto maken met lange sluitertijd en dan moet je het weten anders zie je het ook niet nou we hadden laatst ook het Noorderlicht in nederland ja dat was niet uh, heb je daar ook nog uh, ja zeker <laughs> ja ja ja. <laughs> ja dat was ook heel bijzonder uh, ik was dat was op zondagavond begonnen geloof ik. ik was samen met een paar anderen zondagnacht zaterdag op zondagnacht de hele nacht op pad geweest voor een melk, voor de eerste keer een goede melkwegfoto's maken. en um, ja die avond zat ik die foto's te bewerken en ik kreeg appjes en berichtjes en meldingen van cool. diverse apps van nou weet je er is een uh, uitbarst, uitbarsting uitbarsting ja. geweest er is een goede kans dus ik, uh, ik had in die groepsapp gegooid van jongens wie gaat er mee ik denk dat ik wel ga nou iedereen was moe en uh, nou ja wil dan niet ja en ik dacht ik had toch die kans niet voorbij laten gaan dus toen ben ik uh, ja toen schoot in één keer die waardes helemaal omhoog toen ben ik echt in de auto gestapt en ik ben ja, ik wilde eigenlijk liefst nog noordelijker. Maar ja, ik zat ook natuurlijk met tijd, want dat kan mm. zo weer voorbij zijn. Mm. Ik ben uiteindelijk uh, in Egmond aan zee geweest, mm. uh, beland. Uh, totaal niet gepland. Of het was gewoon iets noordelijker, een beetje donker en binnen een uur aan te rijden. Enough, yeah. ja en een ja. en toen kwam ik er aan een keer in mijn auto. Ik loop een soort duin op en ik maak de eerste foto. En je ziet al, er was een beetje bewolkingsband aan de horizon. Maar daarachter was al gelijk hele duidelijke groene gloed te zien. Met uh, blote oog ook? Of was allemaal ja, foto's. Sub, een nee, beetje? Het was wel subtiel met het blote oog. Zeker als je ogen een beetje gewend waren aan het donker, zag je wel subtiel iets. Hmm. Ook weer een beetje dat ik denk: van als je het niet zo weet, dan zou je het niet gezien hebben. Maar nee, nee, nee. als je lang kijkt, dan Het waren echt de foto's, ja. hè? Die het ja. Maar dan moet je ook die... een lange sluitertijd hebben. toch ja, Om precies. het echt ja. te, te kunnen vangen, ja. eigenlijk. Ja, en daar begon het mee. En toen uiteindelijk, dus daar heb ik een paar foto's van gemaakt. Uh, ben ik het strand opgelopen. En toen in één keer explodeerde het gewoon. Ik was denk ik: oh, hij is rood en felgroen. En dat duurde echt maar voor een paar minuten. Hmm. Oh. Um, nou, nee, iets langer misschien. Maar het was vrij kort, het was ook zo weer weg. En. Um, ja, stond ik dan helemaal in mijn eentje in Egmond aan zee ja. foto's? Maar je had hem wel. Ja, je ik had hem wel. hem wel. En het mooie was, ik stond daar dus echt helemaal moederziel alleen. <laughs> nou, die foto's natuurlijk op internet gezet, dag de ochtend daarna. En dat, uh, dat heb ik onwijs voor reacties op gekregen. En de dag daarna heb ik begrepen dat, uh, dat er in Egmond aan Zee... echt door de politie het verkeer geregeld moest worden. Omdat mensen dachten dat dat de place to be was... om oh, <laughs> licht te foto. fotograferen. Trendsetter. En, uh, ja. ja, dat was wel grappig. En uh, ik had zelf die nacht... Daarna had ik nachtdienst, dus ik kon er niet uit. Maar ik paste dan wel eventjes in Katwijk gewoon gaan staan. En zelfs in Katwijk was het de dag daarna... Het was de dag erna. Ja, het was een aantal dagen. Ja, het was ja. vergelijkbaar met, uh, met die eerste na nacht, maar wel een stuk minder. Maar het was dus zelfs in Katwijk ook. En ik heb berichten tot in Noord-Brabant dat het subtiel te zien was in de lucht, wow. wel op de ja. foto dan, Maar hoe noordelijker je bent, hoe beter natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, dat was ook een hele bijzondere ervaring. Ja. gewoon vanuit Nederland. En als je inderdaad, ik ben eigenlijk bijna continu foto's aan het maken geweest. Als je dat met je achter elkaar afspeelt, dan krijg je een beetje een timelapse-idee. Dan zie je het ook gewoon echt. Ja, je ziet het opvlammen. Je ziet het weer aftwalen. Je ziet soms een groene pilaren en een keer tevoorschijn komen. Ja, ja het beweegt dus ook gewoon ja. de hele tijd. Ja, ja, ja. 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 Dus nee, dat was een hele uh, cool, heel vet. bijzondere avond. Ja. ja, en je zei net dat je. Hoe lang al fotografeerd, 8, 9 jaar? Ja, in totaal uh, als je een beetje beginnersjaren met een uh, klein compact cameraatje meetekent, uh, ja, 8, 9, 10 jaar denk ik. Ik was vroeger heel fanatiek visser en ging ik tegelijkertijd foto's maken van eenden en uh, leuk. Beetje, zo is het een beetje begonnen en uh, dat is uitgegroeid tot, uh, tot waar ik nu ben, zeg maar. Ja, en wat zijn de beste lessen die je zelf hebt geleerd in die afgelopen jaren? Um, nou, eigenlijk vooral, en dan kom een beetje terug op wat ik net zei, eigenlijk gewoon gaan. Um, gewoon, ding, gewoon dingen doen. Uh, falen, dat uh, hoort er ook zeker bij. Hoe, wat ik net zei, hoe vaak ik al voor niks ergens heen ben gereden. Ook met Noorderlicht bijvoorbeeld, dat die waardes goed zijn, maar dat de bevolking dubieus is. Dat je maar mm -hmm. gewoon gaat rijden en hoopt op een gaatje in de wolken, maar die er dan niet komt. En dat je dan inderdaad anderhalf uur voor, voor niks uh, ergens heen bent gereden. Dat hoort erbij. Uh, dus zelfs ben ik echt wel iemand van, nou ja, ga gewoon, ga het proberen, ga het doen. Uh, en het is lang niet altijd een succes. Hetzelfde geldt met, met het maken van je foto's. Uh, als je ergens mee begint, ja, je zal niet gelijk de foto krijgen... als die op Facebook van iemand voorbij ziet komen. Maar ja, als je dat blijft oefenen en blijft doen, dan uh, wordt het vanzelf beter. Ja. En heb je zelf ook een uh, moment dat een foto voor jou echt af is? Of het klopt? Of je bent tevreden? Of heb je... Nou, ik ben ergens heel snel tevreden met een foto, okay. maar ergens ook weer niet. Dan denk ik, nou ja, hoe leg ik dit uit? Als ik bijvoorbeeld, als je mij uh, op pad ziet, samen met bijvoorbeeld andere astrofotografen waar ik uh, vrij vaak mee op pad ga, die zijn altijd heel lang bezig met het bepalen van hun compositie en uh, het plannen van dingen en het, uh, nou ja, het in hun hoofd de foto ja. goed maken. En voor me, als ik dat dan hun zie, vergelijk met mij, doe ik maar wat. En uh, <laughs> ja. ik, zie, ik zie gewoon de compositie. Ik zet mijn camera denk, neer oh ja. ik zet hem op drie verschillende plekken neer. Dat ik een beetje speling heb. Dat ik een beetje kijk naar wat het mooist is. En natuurlijk weet je wel, een beetje wat. Weet ik wel. Ik kan wat, maar zeggen wat, een beetje regel van derde. Ja, of, natuurlijk. Uh, weet je, dat ik dat weet, weet wel wat een leuke compositie is, maar mm. ik ben niet zo heel secuur als ik dan mezelf vergelijk met anderen. Um, was als je vragen ook weer? Wat een wat, wat vroeg je nou net eigenlijk? Ja, ik vroeg er meer van: uh, ben je snel tevreden? Ja, oh ja, dat, dat, je, ja kijk dus, dus dat in, dat in, tot tot in zoverre, uh, wat dat betreft, ben ik al snel tevreden. Uh, maar als ik dan mijn foto bewerkt heb en ik ben het thuis, dan zie ik toch weer van: ah, kak, weet je wel, dat mm -hmm. had ik dan toch maar iets beter gekeken naar mijn compositie of, of in het foto's maken van de melk, had ik nou maar net. Even wat langere tijd genomen. Mm -hmm. uh, maar dat vind ik eigenlijk dan ook op dat moment totaal niet erg. Want dat is gewoon een reden om weer terug te gaan. Ja. Uh, ik heb uh, laatst foto's gemaakt van uh, de Melkweg uh, boven de tulpen. Mm -hmm. En op zich een heel leuke foto geworden. Maar het was een beetje winderig, dus die tulpen bewogen een beetje. Dus ik heb wel. Ik heb ze gekregen door gewoon een beetje goed timen wanneer je foto maakt. Maar mm -hmm. eigenlijk had ik een ander idee in mijn hoofd. En wil ik nog, nu dus nog een keer terug om. Een betere foto te maken, zeg maar, zo ja, blijf ik mezelf een beetje triggeren. Ja, en hoe maak je dan zo'n foto? Is dat dan één foto dat je dus de tulpen fotografeert met de melkweg? Ja, dat kan uh, en zo zal eigenlijk iedereen die begint met met melkwegfotografie en als zal dat zo, zo doen. Mm -hmm. uh, je kan met single shots uh, melkwegfoto's maken, maar in de astrofotografie draait echt alles om tijd en data binnenhalen, dus je moet echt heel lang belichten voor een betere mm. foto. Maar het probleem daarmee is dat je, uh, als je met een groothoeklens van 20 millimeter, bijvoorbeeld 20, 25 seconden belicht, mm -hmm. worden die sterrenstreepjes. Ja. Uh, dus daar heb je apparatuur ja, die voor. Bewegen ja, door. ja, de aarde draait ja, de aarde natuurlijk. Draait, dus die sterren, ja. die sterren worden ja. streepjes. Daar heb je apparatuur voor in de zin van star trackers. Um, dus die gebruik ik. Dus mm. wat ik vaak doe, is um, ik hou het wel realistisch. Dus zeg maar, de tulpenfoto die ik bijvoorbeeld heb gemaakt, dat is een uh, dat zie je ook op de single shots. De tulpen die gaan echt mooi in lijn naar de melkweg toe. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel de melkweg, dus de lucht en de tulpen los van elkaar geschoten. En dat moet mede, omdat je door de trekker en het stekken daarna, maar dat komen misschien zo op, uh, wordt die volgrond, wordt blurry en wordt bewogen. Dus ja. het, het kan ook niet anders. Dus wat ik doe, uh, in dit geval heb ik ongeveer een half uur foto's gemaakt van de melkweg. Om echt veel data te krijgen. Mm -hmm. um, dus dan heb ik dus 30 keer één, foto's gemaakt van één minuut met die Star Tracker. Een uh, minuut betekent dat je die fragma iets hoger mag zijn, heb je iets scherpere sterren, je ISO mag wat lager blijven, heb je minder ruis. Ja. Uh, dus die Star Tracker helpt je daarentegen en voor mooiere foto's, maar ja, het is gewoon... Heel, uh, ja, een mooi maar apparaat. daardoor gaan dus de voorgrond die... Ja, wordt dus het, dat, is het, dat is het nadeel. Van, ja, die ja. een, ik vind het geen nadeel, maar het kan een nadeel zijn dat je dus mm -hmm. inderdaad daarna apart die voorgrond moet schieten. Mm -hmm. En die dus moet samenvoegen uh, tot, een, tot een kloppend plaatje. Ja, precies. Ja. En dat is soms vrij lastig, want soms heb je uh, bomen of bepaalde structuren aan de horizon die heel moeilijk samen te voegen zijn. Ja. Maar ja, dat houdt de uitdaging er een beetje in. Dus nou, je schiet de, foto, de melkweg met de, met de trekker en die kap ik dan af op de horizon. Mm -hmm. En daarna schiet je de volgende Ik ben wel okay. benieuwd ook, is nou zo'n foto die jij maakt, een, een typische Cornet foto met ontzettend mm -hmm. nou goed scherp, uh, mooi belicht, goede compositie en zo. Mm -hmm. Is dat nou met elke camera te maken? Mm -hmm. uh, nou ja, als in zekere mate wel. Maar mm -hmm. de zeker de melkwegfoto's, zeg, zeg maar het luchtgedeelte, zal... Denk ik als je gewoon nu voor het eerst naar buiten gaat om vier uur vannacht en je gaat die foto maken, zal die ja. niet, niet zo uitzien als mijn foto denk ik, maar dat komt dus omdat ik ik gebruik een tracker, ik stek die beelden dus zeg maar. Ik heb er dan uiteindelijk één foto van een half uur zeg maar, dus je ziet veel meer details, je hebt een mm -hmm. hoger dynamisch bereik, je hebt veel meer contrast. Dus, ja, dus een oh, tracker ja. heb je wel nodig. Uh. Nou, je hebt niet. Ja, je hebt niet nodig, maar wil je? Uh, jezelf verbeteren, dan ja. is een tracker ja. een hele goede uh, aanvulling. En welke, welke lens schiet je dan mee bijvoorbeeld? Wat uh, voor camera gebruik je zelf? Ik gebruik zelf uh, een Canon camera, full frame, een 6D Mark II. Mm -hmm. uh, en ook een uh, 6D. En die is Astro gemodificeerd. Uh, dat wil zeggen dat er een bepaald filtertje van af is gehaald van de, van de sensor. Uh, zodat die wat gevoeliger is voor, uh, voor rood licht. En op, ja, je in, de, in de ruimte heb je allemaal nevels waterstofnevels. en die zijn rood. Mm -hmm. Dus met die gemodificeerde camera. krijg je dat uh, beter en mooier op de foto. Uh, dus het zijn, ja, die twee camera's gebruik ik. En qua lens: hem 14, 20, soms 50. als je een beetje mm. creatief mm. foto wil maken. Met een, uh, het wordt de melk natuurlijk veel groter. Uh, met een leuke voorgrond. Ik heb dat pas gedaan met een uh, soort selfie. Dan we, stonden we met z'n allen op een berg. En uh, camera heel ver weg, 50 mm -hmm. millimeter erop, en dan zijn wij heel klein, maar die melkweg is echt gigantisch. Ja, oh, dus het geeft ja. een heel leuk beeld van, uh, van hoe klein wij zijn en hoe, uh, hoe groot. En dan ook nog is. een hele lichtsterke lens. Dus ja, ja. Mijn, uh, ik heb eigenlijk alleen maar primes van, uh, van F2,8 of lager. Mm -hmm. Ik heb een 20 mm 1,4, die gebruik ik veel. Maar als ik dus met de tracker fotografeer. Hoeft dat weer niet? Want dan stop ik hem vaak door naar 2,8 ja. of iets hoger. Want dan is het allemaal iets scherper. Ja. Want dan maak je toch foto's van 1, 2, 3 minuten. Dus dan mm -hmm. hoeft dat niet per se. Dan zou je in theorie ook een kit lens kunnen gebruiken. Zeker, goed. absoluut. Ja. 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 Uh, maar mocht je dus niet met een tracker aan de slag willen. en je wil gewoon lekker simpel houden. en volgerond melkweg in één keer klaar hebben. dan zou ik wel adviseren om een zo lichtsterk mogelijke lens te gebruiken. Hoe vaak ja. doe jij dat dan? Die twee afwisselen? tracker niet. Wat is voor jou die afweging? Eigenlijk niet. Ik zie het altijd met tracker. Ach. Altijd ja ik door. Ja, of ik moet als als ik echt op pad ga voor een foto. Hmm. dan zie ik eigenlijk altijd met een, uh, een trekker okay. en daarmee moet je dus ook dus je, 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 je voorgrondjes bepalen uh, uitzoeken want dus, het kan niet overal soms is het gewoon echt onmogelijk om uh, dat netjes uh, samen weer te, te voegen zeg maar en dan mm -hmm. kun je bijvoorbeeld kiezen voor een single shot ja. hoe bedoel je dat je dat goed moet uitzoeken? nou kijk als je bijvoorbeeld een um, ik noem maar ik simpel, een simpel voorbeeld nu een losstaande boom op een, uh, op een, in een, op een heideveld of zo. Mm -hmm. als ik dan dus, die kan ik dus wel makkelijk fotograferen, want die boom die kan ik isoleren en nee, dan lukt het wel. Dus dan ga ik eerst achter, Zelfs dat dit die boom is, ik weet niet of het te zien is, maar mm -hmm. stel dit is die boom. Glaswater. Glas Glaswater. Ja. <laughs> uh, en ik ga hier achter, en de melkge hier, als ik ja. ga hier dus met de trekker uh, de melk ga schieten, mm -hmm. staat die boom in de weg. Dus dan is die boom die... die ja, ja, ja. Dus ja, wat ik dan ja, ja. doe, ik ga eerst de melkwegfoto's maken hierachter. Voorbij de heb boom? Een, voorbij de boom heb ik een vrije horizon, kan ik dus die melkweg schieten. Vervolgens, als ik daarmee klaar ben. Ga je weer ga voor ik de weer boom weer, staan? Ah, inderdaad, voor de boom staan, dan zie ik de boom en dan zie je dus op dat single shot de boom mm -hmm. met de melkweg, maar niet zo mooi als uiteindelijk de gestekte versie, die ik dan weer samenvoeg. Maar heb jij dus heel veel bomen en takken of gebouwen, iets wat jouw horizon mm -hmm. niet, dat het niet vrij is? Ja. Dan, uh, ja, dan wordt dat een stuk lastiger. Ja. ja, want het liefst wil je dus eigenlijk gewoon een mooi losstaand beeld hebben van de lucht, van de melkweg ja. uh, en dan de voorgrond. Ja, je wilt het liefst dus een, ja, je wilt een vrije horizon hebben zodat ja. je makkelijk kan trekken en ja. stekken. Als er dus allemaal dingen voor staan, dan zie je dat terug in je als bewogen vlek. Vlek, nee, dat is het. Je, je in je beeld. Ja. En dat wil je niet. Dat nee. kun je dan wel gaan uitklonen, maar ja, dat is natuurlijk ook niet echt helemaal. Uh, ja. En is er nog een reden dat je veel met grootoek fotografeert? Want er zijn ook astrofotografen die juist een echte met tele... Ja, nee, dat ligt eraan wat je wil fotograferen. Je kan natuurlijk als je, je kan met een telelens of met een telescoop kun je allemaal kleine neveltjes en sterren, beelden of sterren hopen, wat ook kun je fotograferen. Mm -hmm. Maar de Melkweg is echt gigantisch. Die loopt echt van, uh, van zuidoost de panorama, zeg maar, tot, tot noord. Ja. Dus, die, um, ja, dus dan heb je grote lens nodig. Ja. En dan uh, is het, ho het hoeft niet. Je kan, ja, wat ik net zei, je kan ook 50 mm gebruiken, maar dan heb je een kleiner beeld van de melkweg. Hm. En het mooiste is vind ik zelf om hem, een beetje, om hem toch wel redelijk mooi groot in beeld te hebben. Ja. Ja. ja, want er is ook nog een verschil tussen of je met een groothoek fotografeert en een tele en wanneer dan die sterren. Al streepjes worden toch ja? Hoe meer millimeter je gebruikt, hoe, uh, hoe sneller de sterren, dus uh, uit je beeld verdwijnen en dus ook streepjes worden. Ja. dus um, je, hebt, je hebt daar allerlei uh, uh, hoe zeg ik dat regeltjes voor. Methodes, ja. ja, dus de regel van de, ja, dus het begonnen met de regel van 500, daarna werd het de regel van 400 en inmiddels ja. wordt zelf al de regel van 300 gebruikt. Mm -hmm. Komt erop neer dat je je brandpuntafstand, dus je het aantal millimeter van je lens, gedeeld door uh, moet goed zeggen. Uh, gedeeld door 300, nee, 300 gedeeld door het brandpunt als het van je lens mm -hmm. en het, nou ja wat je dan Keer de krijgt crop ja als je een kropfactor gebruikt ja. dan moet je dus even je, je je millimeter van je lens bij Canon is dat 1,6 dan wordt het dus iets van 32 mm -hmm. millimeter dus dan wordt het niet 20 maar 32 ja en dan krijg je daar een, een um, aantal, seconden, aantal uit. seconden uit en dat is doorgaans bij grote lenzen ergens tussen de 15 en de 25 seconden ja en hoe meer jij op gaat schuiven hoe minder het wordt bijvoorbeeld uh, ja ik merk bijvoorbeeld als ik wel zo'n 135 mm iets schiet dat ik echt maar een paar seconden kan belichten ja. en dan, uh, en dan de, moet je heel veel foto's maken ja of een zo? trekker gebruiken of een ja, trekker ja. Trekker <laughs> dus maken. inderdaad of het is inderdaad continu schieten ja. mm -hmm. op kort, kort sluittijden en hoge iso mm -hmm. ja of inderdaad een, uh, een trekker gebruiken en hoe cool. werkt zo'n trekker precies trekker die uh, ja je hebt heel veel verschillende soorten en maten ik heb er uh, twee ik heb een één, hele simpele die is lekker klein en compact die neem ik eigenlijk altijd mee voor mijn melkwegfoto's uh, Um, dat is een mechanische trekker. Dus het, het klinkt ook echt letterlijk als een eierwekker. Uh, je hoort echt dat typische geluid van een, uh, dat getik, hoor je de hele tijd. Dat is soms best irritant, maar het, goed, dat werkt. Daar droom je af en toe over. Ja, precies. Je hoort het nog hoor even wakker. Uh, ja. ja. oh, de melk weg. <laughs> en daar zit dus een kijkertje op. Um, en door dat kijkertje, je zet, je zet dus die trekker op je statief. Mm -hmm. uh, en dat kijkertje mik je op de polster. Dus je moet wel weten waar de polster, polaren, staat. En als je die dus door het kijkertje ziet, zit je grof uitgelijnd en dus voor grote glansen is het meer dan prima dan kun je gewoon makkelijk 4-5 minuten belichten mm -hmm. zonder dat je sterren streepjes worden maar hoe meer millimeter je gaat gebruiken hoe nauwkeuriger die uitlijning moet zijn en dan um, ja dan wil je dus wel uh, een, een betere trekker soms of dus gewoon ja. nauwkeuriger uitlijnen mm -hmm. um, om dat goed, goed voor elkaar te krijgen dus ik heb nog een andere trekker en die heeft echt een ja, soort mini 50 millimeter telescoopje waardoor die Polaris die polster ietsjes dichterbij komt met allemaal in beeld randjes en soort klokachtig iets dat je precies op een bepaalde plek Polaris neerzet mm -hmm. uh, zodat je echt ook met bijvoorbeeld 135 of meer 300 mm echt minuten kunt belichten want dat kan bijvoorbeeld op die simpele trekken die ik heb kan dat niet want daar is je gewoon te basaal uitgelijnd voor en dan, ja. uh, dan heb je gewoon echt nou ja, nauwkeurigere uh, uitleiding voor nodig. Mm. Mm -hmm. En als je uitgelijnd is, uh, zet je camera erop, je richt hem op de melkweg, je zet hem aan, en dan kun je lol op. kun je lekker kijken naar de sterren. Ja, dus eigenlijk richt je de camera dan op een bepaald deel in de lucht, ja. en die tracker er zorgt ervoor dat de draaiing van de aarde die wordt gecompenseerd, gecompenseerd. ja, wordt gecompenseerd. tegengewerkt, ja, ja. dus uh, ja, dus de camera, ja, je ziet dat dan ook in je beeld als je net een met je horizon in, de ho in je foto hebt, dan zie je dat dus inderdaad of juist weer in beeld komen of je ziet het verdwijnen. Omdat je je foto's die gaan echt mee mm -hmm. met de sterren. Waardoor dus die sterren continu op dezelfde plek staan. Ja. En uh, ja, vervolgens ga je die beelden weer stekken, zodat het één grote, lange sluitertijdfoto foto wordt. Ik ben wel benieuwd, is het nou voor jou ook rustgevend om zulke foto's te maken? Uh, als alles soepel verloopt wel. <laughs> ja. nee, soms heb je wat problemen met, je, met het opbouwen of zo. Dan, dan lukt het niet helemaal, of dan uh, lukt die uitleiding niet. Of dan heb je voor je gevoel alles goed gedaan. Dan krijg je toch aan een keer streepjes. Of als het bijvoorbeeld winderig is, weet je, je statief voor een stuk hoger. Dus best zwaar allemaal. Mm -hmm. Dus als er veel wind is, dan gaat het alsnog dus een beetje bewegen en trillen. Ja, dan werkt dat wel soms uh, wat frustratie op. Um, maar als alles soepeltjes gaat, uh, bijvoorbeeld laatst weekendje naar Duitsland geweest, echt in 10 minuten stond alles. Uh, ik had met een de, met de remote afstandsbediening alles ingesteld, dat ik gewoon zoveel foto's wilde. En uh, ondertussen zit je lekker naar sterren te kijken, zie je van een sterren voorbij komen. Lekker gaan liggen, <laughs> ja, het was iets te koud daarvoor. Maar zeker okay. zomers kun je dat lekker op het strand. Dus als je op het strand zat, kun je lekker op gaan zitten liggen en dan kun je lekker kijken. En af en toe doe je een keer een nieuwe lens erop, want uh, nou ja, ik probeer zelf altijd tijd tot meerdere. Uh, composities en meerdere, als je dan toch lekker bezig bent, ja, ja meerdere hoe zeg je dat uh, lenzen te proberen zodat je een stuk of drie, vier stacks hebt, zo noem ik dat dan mm -hmm. uh, en die kun je dus dan weer voor combineren met een stuk of drie, vier volgrondjes die je dan uh, in de buurt uh, gaat schieten. Ja, en heb jij ook zo'n favoriet moment uit je fotocarrière Ja, ik heb heel veel leuke momentjes <laughs> meegemaakt, maar ik heb uh, het, het leukste momentje was denk ik wel. Uh, uh, er was denk ik een paar maanden geleden, januari, februari ergens, was er een uh, komeet uh, zichtbaar aan de hemel. En uh, ik heb comet Nieuwwijs een paar jaar geleden ja. gehad. Die was heel mooi, heel duidelijk. Die mm -hmm. zag je met blote ogen en dat was helemaal leuk. Uh, deze komeet had ook die potentie, maar uiteindelijk is het niet, uh, niet zo ver gekomen. Maar hij was wel op de, op de camera met, uh, met lange sluittijd en zo was hij uh, goed uh, te fotograferen en alle nieuwsberichten daaromheen. Uh, die, die ze vertelde erbij weet je, dat hij er 50.000 over, he, over heb gedaan om weer terug te komen bij de aarde. En dat de ja. Neander, ja. Neandertalers die gemeente voor het laatst hadden gezien. Ja. <laughs> en dat inspireerde me een beetje. Dus ik ben uh, Het was eigenlijk een vrij minute, nou ja idee. Het schoot in één keer te binnen. Dus ik ben al toen echt uh, op een, uh, ik weet niet meer wat voor dag het was, maar echt om een uur of twaalf bedacht ik dit. En ik ben als een gek gaan bellen naar... Kledingverhuurwinkels. Want ik had wilde dus mezelf als, ben als Neandertaler. Als neandertaler <laughs> uh, op de foto zetten met die komeet. Dus uiteindelijk had ik dus nog redelijk dichtbij in Leiden en, uh, een kledingverhuurzaak uh, gevonden. Die dus wel een soort van ja, zo'n wollig, holbewoner pak had en een knots inderdaad. <laughs> <laughs> en die heb ik. Uh, Corneed Ja, Dus <laughs> toen, uh, toen hebben we eerst die, hetzelfde verhaal als net, eerst die komeet geschoten met een vrije horizon. Ja. En vervolgens uh, mezelf neergezet. Uh, Inpak. Inpak, als <laughs> holbewoner, met een stok, als silhouet, mooi zo. En dat is uiteindelijk wel een hele leuke... Uh, het was vooral de ervaring, weet je, waarop was het met twee anderen. Het was gewoon één grote... Het was de een en al lachen en leuk, humor. En, leuk. Uh, ja, het was een leuk, uh, leuk moment. En bijzonder inderdaad. Het heeft iets romantisch of zo ergens, hè? Dat zij dat, ja, dat een soort connectie die we ineens hebben met het verleden. Ik denk dat dat ook wel iets is... Uh... Ja, nou, ik zeg het. Ja, 9 van 10 keer zitten nieuwsberichten omtrent dit soort hmm. astronomische verschijnselen er behoorlijk naast of dan... Uh, merk je dat ze er niet zo heel veel verstand van hebben, maar uh, in dit geval is inspireerde ze me. Ja. Leuk, ja, tof. Ach, wat grappig. Ja. En mooie foto geworden. Ja, zeker. Ja. Ja, ja echt tof. Um, heb je ook iets meegekregen van het hele AI-gebeuren? Um, ja, dat dat uh, behoorlijk in opkomst is inderdaad. Ja. ja. Kun je ook sterrenfoto's maken met AI? Ja. Vast. Vast wel. Ja, ik heb het. Uh, ik heb dan een, een, een simpele. Heb je gedownload en op uh, gratis versies geprobeerd op, uh, op internet. En gewoon inderdaad wat random dingen ingevuld. En dat kan zeker. Ja. Um. Nou ja, dat, het is best wel een, een, een ding, hè. Dat dit nu, uh, want jij noemt het AI. en Het is ook wel. Um, uh, het is een hele bijzondere techniek. Mm -hmm. Maar ik, ik heb toevallig in Zoom nu ook het voorwoord erover geschreven. En uh, ik denk dat het uh, uh, een hele belangrijke nieuwe groep aan beeldmakers gaat opleveren. Mm. Dus mensen die met AI en ik zeg beelden niet foto's, omdat ik denk mm -hmm. dat fotografie heeft echt een relatie met de werkelijkheid om ons heen en ja. ik denk dat daarin ja. zit ook het, die passie. En het camerawerk echt oh. foto maken. Precies, dat is een, een vak waarbij je echt zegt, oké, okay, ik ga de werkelijkheid vangen uh, uh, op een, een beeld en daar gebruik ik een camera voor en die interpreteert die werkelijkheid op een bepaalde manier en daar komt iets uit mm -hmm. en dit is natuurlijk gewoon een, een regel tekst. en het is heel bijzonder, hoor, want mm -hmm. wat ik heb gezien en, mm -hmm. en Mid Journey is zo'n zo'n uh, generatieve tool die dan dat kan doen. En wat je erin stopt, uh, er komt ook echt iets bijzonders uit. Uh, en ik denk zelfs dat met een aantal generaties dat het ontzettend accuraat uh, wordt en dat het ook heel erg niet meer van echt te onderscheiden valt. Nee. Ja. En uh, we hadden volgens mij, uh, het was vorige week, dat uh, uh, tijdens de, de Sony World Photography Awards had een fotograaf meegedaan met een, een foto of nou ja een foto dan tussen aanhalingstekens Ja. ja een, die beeld. Die, een beeld dat hij gemaakt had met AI uh, maar dat had wel gewonnen ja. uh, in een categorie creative wat op zich een nou ja, soort daar kun je abstracte ja, dingen precies, dan aan toevoegen ja. en dan kun je afvragen of het voor een jury te zien is dan mm -hmm. of dat dan uh, met AI gemaakt is maar het punt wat hij wou maken is duidelijk het, uh, zelfs een vakjury van een prestigieuze fotografiewedstrijd een van de belangrijkste ter wereld had het niet door nee ja. Wat, 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 wat vind jij daarvan als fotograaf? Nou, ik vind op zich AI niet iets slechts. In, tot zover als, als je maar. Uh, kijk, in dit geval was het een leuk statement. En mm -hmm. uiteindelijk kwam, nou ja, kwam dat dus zo uit. Uh, maar ik vind het vooral zelf belangrijk om uh, de geloofwaardigheid hoog te houden. Dus ik vind wel altijd dat je eerlijk moet zijn over je, mm -hmm. over je foto's. Dus uh, ik vind, als jij uh, lekker in je slaapkamer een foto wil maken, van, of een beeld wil maken mm -hmm. van een zonsopgang met mist. En weet ik veel wat je daar allemaal voor bij wil hebben. En je maakt dat met bijvoorbeeld Midjourney of een ander AI-software-programmaatje. Uh, mm -hmm. Mag je dat vooral doen, maar je moet er niet mee te koop gaan lopen dat het een foto is of dat je nee. dat, dat, dat echt iets. Is wat je zo hebt gemaakt. Ja. Ik, um... ja, het levert allemaal nieuwe vragen op, ook een beetje. Hè? Van, ja. Wie is nou de maker dan? Ja. En, uh... en wat, wat maakt dan het verschil tussen wel of niet AI fotografie of mm. AI beeldcreatie of mm -hmm. een soort van graphic design? Want ja. je kan bijvoorbeeld ook gewoon argueren dat als jij. Een foto laat genereren van de melkweg. En je laat een foto genereren van jouw voorgrond En je voegt het samen zelf in uh -huh. Photoshop. Heb je dat zelf dan gemaakt? Dan heb je in ieder geval een beeld samengesteld en. Uh, 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 en ja, er is nu een hele discussie over... is degene die de prompt, hè? Want wat je dus doet bij, ja. bij zo'n generatieve tool... is je zet er letterlijk een zinnetje tekst in. Dus je bent eigenlijk helemaal niet aan het... Aan het je drukt niet af op een camera of zo. Het is foto je, die je maakt? Nee, je geeft letterlijk de tekst bijvoorbeeld... een uh, wilderig tulpenveld uh, uh, onder een uh, nachthemel... Uh, met een molen in de verte en een... Uh, uh, een, een uh, ultrawijd uh, perspectief of zo'n hmm. soort. Uh, ja. En dan ja. geef je nog bepaalde stijlen. Je kunt zelfs nog zeggen van, en dat is voor fotografen wel grappig... dat je zegt, ik wil dat het een Fujifilm middenformaat-achtige look ja, heeft. Ja. Ja. En dan gaat hij ook echt kijken, oké, okay, hoe, hoe zou dat dan zijn? Um, maar het is alleen tekst. Je hebt ja. alleen een regel tekst. Mm -hmm. en En ik kan die prompt, want zo noemen ze dat dan, kopiëren van iemand anders. Dat zie ik dat iemand het gebruikt heeft. Ik kan hem een beetje aanpassen en je krijgt weer een heel ja. nieuw beeld. Dus wie, ja, ik. En dit is een open discussie, hoor. Ik weet het ook niet. Wij weten, denk ik, ook niet wat, wat daar de uitkomst of wat dat uh, moet zijn. Maar, nee. nee, ik ja. denk dat het best leuk kan zijn. Ik zeg het, ik heb zelf ook een, paar, een beetje lopen experimenteren en hmm. een paar foto's gemaakt. Maar, en, um, maar ik denk zelfs niet dat het, het, uh, de, ja, het kan fotografen die misschien heel veel werk verkopen een beetje in de weg zitten. Want als gewoon een random iemand een leuke plaat ja. als een muur wil en die vindt die AI-foto mooier dan die van. Uh, uh, van een fotograaf, ja, dan kan dat misschien een beetje botsen. Het kan ah, best zijn dat de massa daar niet om geeft. Hè? De, nee, ik bedoel, wij als fotograaf denken heel snel van... oh, maar wij, wij hechten ontzettend veel waarde aan die authenticiteit... Precies. van de wereld hebben gezien ja. en, en ja. Uh, de nou, daarom, echtheid. daarom denk ik ook niet dat het, dat het heel veel fotografen zal vervangen. Er zijn, ik ken een aantal fotografen die doen dat wel combineren. Ze dus doen een gedeelte zelf fotograferen... maar voegen daar ook wel een vleugje uh, AI aan toe. Mm -hmm. uh, maar dan is inderdaad de vraag van... Noem je dit dus jouw foto? Of, ja. nou ja, dat is lastig. Maar ik denk wel dat je daar, als je daar eerlijk over bent, dat dat niet heel erg is. Maar het zou voor mij nooit. Ik ga niet in mijn. Ja, voor mij is foto's. Ik maak geen foto's om de foto's. Ik wil gewoon buiten zijn. Ik wil. Ja. Ik ga eigenlijk in deze periode nu het vroeg licht wordt. En ik moet voor. Ik moet werken. Ga ik negen van tien keer voorwerken eerder uit bed om nog even langs het hulp te gaan of om nog even een vlindertje te fotograferen om nog even minstens gezond opgang te fotograferen. Het is meer voor mezelf. Ik wil daar gewoon zijn. Ja, en, je wilt het ook zelf zien. Ja. Als, als je meemaken. en dat en ik maak er dan ondertussen een foto van. Dat is leuk, mm -hmm. weet je. Dat dat als dat je hobby, als je passie, dat dat is goed. Maar het zal voor mij nooit zo zijn dat 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 ik lekker uh, oh nee, ik denk ik blijf ja. lekker langer liggen en ik type een paar zinnetjes en ik doe het zo weet je, dat, en Misschien nee. om terug te komen op uh, de Nio-Wise, of eigenlijk de cometeen, de variant die niet zo goed zichtbaar was, mm -hmm. maar waarvan we zeiden de vorige personen die het konden zien waren de Neandertalers... Mm -hmm. Dat is iets heel moois, omdat we in ons hoofd denken: oh ja, dat, de, die mensen stonden daar echt ja. en die keken naar hetzelfde ding. Ja. Mm -hmm. en natuurlijk... Misschien hadden ze wel het idee van: nu gaat de wereld ten onder. Ja. Oh ja, dat kan. Ja, ja. 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 Alleen, maar en, uh, dus ze keken. Maar, maar het, het feit dat we daar staan en dat we echt kijken naar ja, diezelfde komeet... diezelfde die ja. die dat is wat die fotografie zo mooi maakt. Ja, dat, dat ja. geeft je echt soms een gevoel, ja, ja. Een, een tijdsloos gevoel, of het voelt het maakt je heel klein, of wat je. Ja, het is dat, magisch, maar het is ook echt. Ja, en dat heb je niet als je gewoon een zinnetje typt uh, op je zolderkamer. Ja, dat denk ik ook. <laughs> of hier ook. in de Zoom-studio. <laughs> <laughs> ja. Nee, het is, ik, ik denk niet dat het een, tot zover een gevaar is voor fotografie of zo. Maar nou ja aan, aan zeker, in zekere zin ook wel. Want je zal ongetwijfeld mensen hebben die lekker gaan zitten typen. En het, uh, het zo goed kunnen en het zo realistisch maken. Die gaan, dat is ook knap. Die, dat ja. is heel knap. Ja. Uh, maar die vervolgens gaan pretenderen dat, het, dat ze die foto gemaakt dat hebben. Dat moet je niet doen. Nee, is, nee maar het gaat wel we... gebeuren. En, ja. en, en dan ja. krijg je natuurlijk een soort oneerlijke concurrentie. Mm -hmm. En misschien nu uh, die AI nog een beetje. In, uh, nou, het is al redelijk ver gevorderd. Maar het is ook nog vrij nieuw. Ja. Zie je echt nog wel vaak wanneer iets AI is en wanneer niet. Mm -hmm. en er komt een punt dat we dat gewoon niet meer kunnen doen. Ja. Nee, je zag het al dus met die fotowedstrijd. Dus zover ben je eigenlijk al een beetje. Dus, en in, ja, dan wordt het op dat gebied misschien wel een gevaar voor fotografie. Ik denk ja. dat de, de conclusie is vooral dat we het erover blijven hebben en dat we ja. dat we uh, kijken en wat transparanter mm. over zijn. Precies. Ja, precies. Gewoon ja. inderdaad. Als je prima als jij jezelf een keertje iets toevoegt wat door AI gemaakt is, maar dan moet je niet zeggen dat dat zo was of dat 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 je dat zo gefotografeerd hebt. In, uh... Ja. 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 Inderdaad. Ik denk dat het ook wel voor personen als portretfotografen ontzettend interessant kan zijn, omdat je dan een soort van moodboard kan maken. Stel je voor je hebt echt iets mm super bizar is in je hoofd, mm -hmm. maar je weet niet helemaal... op Pinterest kun je geen mooie voorbeelden vinden... en je wilt toch een beetje aan je model en aan het team laten zien... dit is wat ik wil doen of dit is wat ik wil proberen. Ja, dat nou kan natuurlijk wel een inspiratiebron zijn. Zeker, ja. Maar ja, kijk, hetzelfde geldt... we hebben het nu over AI en over dus het, het, het enigszins vervalsen van foto's... maar hetzelfde vind ik dus als je bijvoorbeeld uh, naar het bos gaat... en je neemt een rookmachine mee uh, en je creëert een mistige... <laughs> ja. Uh, mistige bosochtend, weet je, dus ik heb ook verhalen gehoord van mensen die dat doen, die dus mm -hmm. inderdaad gewoon met een bepaalde rookmachine uh, mist creëren. En ja, dan denk ik ook van ja, dat moet. je, Zou ik zelf, ja prima als je dat doet. Mm -hmm. En prima als je dan daarna zegt van, ja, als, ja, iemand, dat, als iemand, daarna vraagt van, oh ja, dat is een rookmachine, uh, ja. Maar als je gaat nou ja, doen alsof je dus een hele mooie of keer op keer een ochtend hebt waar je gewoon je rookmachine ja. achter je hebt staan, ja, dat vind ik niet. Uh, ik zeg, het nog, als je dat doet, prima, maar wees er wel transparant over. En ja. Maar wat als je het er dan in gewoon in Photoshop, zeg maar? Je pakt een penseeltje, je maakt een beetje. Ja, en... dat vind ik ook in die, Dat vind ik ook. Is ook nep. Ja, eigenlijk, eigenlijk. wel. Ja. Dat vind ik wel. En natuurlijk, je hebt natuurlijk een bepaalde mate van uh, creatieve vrijheid. En dat zeker bij mijn dag, van fotografie met die melkweg en zo. Het um, nou, voorbeeld van die boom. Weet je? Als, je, mm -hmm. als ik een foto maak van de melkweg, dan kan ik dus, omdat ik dus de melkweg losschiet van. De volgrond, kan ik die boven iedere random volgrond plakken waar ik maar wil. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een foto gezien een keer van de Zaanse schans met de melkweg erboven. Nou, en dan in de richting <laughs> uh, dat waar de melkweg nooit staat, en de Zaanse Schans is zo licht dat, dat, dat je dat daar niet op die manier voor elkaar krijgt. En nee. Dus diegene die die foto heeft gemaakt, ik heb geen idee meer wie dat was, maar die heeft lekker zitten knutselen. En prima als je dat uh, doet, ja. mm -hmm. Maar dan moet je inderdaad wel eerlijk zijn over. Dit is een compositie. Eh, het is een compositie. Van, en ja. bij mijn fotografie, ik doe zelf, ik heb ook wel eens een keertje iets van die composities gemaakt en zet je het erbij. Mm -hmm. En uh, kijk je, je, hebt natuurlijk wel, je, als ik een foto maak van een boom met de melkweg erachter... dan ben ik vaak een half uur later bezig met die boomfoto en is dus de melk gewoon een stukje verder. Dus dan plaats ik hem ietsje terug of dat je er kan een paar graden afwijking ja. in zitten. Maar ik probeer het wel voor mezelf altijd, omdat ik mezelf niet voor de gek wil houden en ook niet de mensen die naar je foto's kijken, mm -hmm. uh, om het zo voor zover het kan realistisch mogelijk terug te plaatsen. Uh, nou ja, voor zover het kan, bedoel ik mee dat de melkfoto's die ik maak, dat zie je natuurlijk sowieso niet met blote ogen. Dat komt allemaal door het stekken en het nabewerken, dat je dat zo mooi naar voren krijgt. Er zit al, er zit al vrij veel nabewerking in, dus dan wil ik dus wel dat de richting in ieder geval echt is. Ja. En, uh, ja, en hetzelfde geldt dus met. Ja, en daar, ook daar moet je dus open en eerlijk over zijn. En hetzelfde met uh, het AI als je dat gaat toepassen, denk ik. Ja. Um, heb je nog tips voor beginnende sterren, melkweg, hm. Dat je ze nog even wil meegeven. Want hey, oh, je ja, hebt wat, nu wat, alles wat? geluisterd en heel veel geleerd, maar wat is nou jouw tip voor beginners? Um, het, blijven, ja, blijven, het is een beetje cliché, maar blijven proberen. Want wat ik net, net als al zei: de leerkurve in dit soort is echt super stijl. Het mm -hmm. is echt in het begin loop je te, te klooien, want je sterren zijn onscherp, of je uh, weet, ik veel, je ziet de melkweg niet waar je voor je gevoel juist staat. Nou, dan kom je erachter dat je misschien niet juist zon, of de omgeving was te licht. Heel veel mensen denken soms bij een lichte omgeving, uh, dan staan ze in een weiland uh, naast Dordrecht. Dat is dan mm -hmm. donker voor hun. Ja. Maar dat is niet donker genoeg. Je moet echt een goede locatie hebben en dus het is voor dus de, eigenlijk de beste tip die ik kan geven is vooral voorbereiding dus wees voorbereid zorg dat je weet hoe je moet scherpstellen in het donker zorg dat je weet dat je je kamer kan bedienen in de donker want zodra jij een lamp aanzet ben je daarna weer een kwartier nachtblind weet je dus, mm -hmm. dus je moet goed voorbereid zijn zorg dat je alles materialen hebt uh, weet welke richting je op moet kijken en hoe laat zorg dat de maan er niet is dus voorbereiding is eigenlijk alles met dit met, met deze fotografie ja. en mocht het dan niet lukken uh, Probeer het gewoon nog een keer. En je zult keer op keer zien dat het echt beter wordt. Ja. Hetzelfde geldt met de nabewerking. Want er zit dus vrij, bijna altijd wel wat nabewerking in. En ook keer op keer doe je net weer iets anders. En dan zie je weer dat het net iets beter werkt. Dus, dus die combinatie met uh, vooral veel voorbereiding en blijven doen... is het belangrijkste met uh, deze fotografie, denk ik. Oefening baart kunst. Ja, dat denk ik ook. Ja. Heb jij nog een vraag, Maarten? Uh, een vraag? Uh, uh, nou, op zich... Ik denk dat uh, uh, voor mij is het altijd een heel, heel. Uh, eigenlijk wat je net zei over. ga vooral proberen. Ik, ik spreek ook veel fotografen die, als ze dan foto's zien. bijvoorbeeld ook al van jou. dat ze denken: oh, dat is intimiderend. Dit is, dit is zo goed gedaan. Uh, weet je, uh, kom ik even kijken met mijn ding. Maar eigenlijk is jouw grootste tip: doe het gewoon wel. Ja, dat gevoel heb ik ook als ik naar andere foto's kijk. Dus ja. dat, 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 dat blijf je, denk ik, houden. Er zijn, er zijn altijd foto's die beter zijn dan de jouwe. En. Uh, ja, dus ik zou, ja, dat zou ik me zeker niet door laten stoppen. Nee. Precies. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, we hebben met jou ook natuurlijk de meet opgenomen over het fotograferen van de maan. Ja. Uh, is deze periode een goede tijd om de maan te fotograferen? Ik weet daar namelijk. Nou, iedere, iedere maand. Iedere maand. <laughs> nou ja. <laughs> die, die, die specifieke foto is, uh, is, was natuurlijk ook een samengesteld beeld. Mm -hmm. en, uh, maar ja, uh, nu. As you speak is het nieuwe maan, dus de maan zie je niet. Of je ziet misschien over een paar dagen een heel klein sikkeltje. Ja. En dat is ook heel leuk om te fotograferen. Om dan juist een heel klein sikkeltje te fotogra fotograferen. Mm -hmm. uh, en als hij dus wat verder is, bijvoorbeeld een halve maan... over een week of zo, anderhalve week... met een zoomlens op de maan, dan zie je heel mooi die kraters. Uh, dat zie je bij een volle maan weer, weer niet eigenlijk. Ja. Uh, en bij een halve maan of, of gedeeltelijke maan wel. Dus eigenlijk is de maan altijd leuk om te fotograferen. Het leuk, je, je kan hem dus gewoon random in de lucht fotograferen... Uh, maar vooral bij maands opkomst en ondergang is het natuurlijk wel uh, heb je een voorgrondje erbij. Ja, dan kun je hem in de uh, context mag, ja, plaatsen. Maakt het is vaak net wat iets wat interessanter. Ja, ja. dus dat kan iedere maand, zolang het maar niet bewolkt is. Ja, dat is inderdaad waar. Ja. ja, we delen sowieso de link nog wel eventjes in de comments hieronder, mm. uh, in de beschrijving. Dan uh, kun je ook gewoon die kijken, want er zijn ook super veel tips in over het fotograferen van de maan wat heb je mm. allemaal nodig. Uh, ja, dat is een super interessante video. Um, nou, dan wil ik jullie eigenlijk allemaal bedanken voor het luisteren. En uh, leuk dat jullie er waren. En uh, nou, tot de volgende keer van uh, Naasluiten Tijd.